Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik heb hier een Lima 1220 die ik in het verleden gedigitaliseerd heb met zo'n bracket, zodat ik er een makkelijke controle op kon zetten. Hij had alleen nog geen verlichting, dus ik ben nu wat aan het lijmen en puzzelen geweest en het resultaat nu is weliswaar nog vanaf een breadboard dat ik rode verlichting heb en ik heb witte verlichting. Zoals je ziet, de wit is erg wit en ik heb ook geen extra verlichting ingebouwd op de plekken waar het eigenlijk zou horen. Het is een redelijk eenvoudig Lima model en dat zou best een plus zijn om die extra lampen hierin te bouwen. Als ik dat zou willen, dan denk ik dat ik beter een Fleischmann kan halen. Nou, wat ik heb gedaan, eens kijken of ik hem hier nog af kreeg. Ja. Zo. Het is nu dus nog een lege huls. Motoren en wielen zijn nog af. Zo. Ik heb een constructie gemaakt van plastic. Verschillende losse stukken plastic aan elkaar gelijmd. Waarin dit deel eigenlijk de cabine vormt, hier aan de bovenkant. En dit een schot is voor het licht, zodat het licht niet doorlekt naar de cabine en de led zit precies hier. Dit past hier dus zo in. En de bedoeling is om hem via dit voetje wat je ziet, hier vast te gaan lijmen aan het plastic. Zodat ik dat in één keer eruit kan halen en ik niet zit met kabels die naar boven toe lopen. Op de kap, op de onderkant komt hij er dan zo op te zitten. Kijken, ja. Hier moet nog een voetje bij, dat ligt hier al, dat kan ik hier nog lijmen en dan komt dat op zijn plek. Ik doe het ook maar aan één kant, de andere kant zit de motor, daar zit vrij weinig plek en ik doe... Ik doe hem dus alleen aan de voorkant en de andere kant doe ik geen lichtverlichting, zodat ik hem, als ik ermee rijd, rijdt hij dus ook alleen maar op, ja in feite, maar één kant van de trein kan ik koppelen. Ik ga dus ook deze koppeling er straks afhalen, zodat ik hem niet aan de andere kant nog vast kan koppelen. En er is denk ik te weinig plekje voor een kortkoppeling. Ik heb ook niet zoveel kortkoppelingen meer, dus ik laat de koppeling aan de motor voorlopig nog even met rust. Maar zoals je wel net hebt kunnen zien, het is een vrij felle witte lamp. En dat komt omdat het dus één led is. En die led die kan zowel rood. Kijken of dat een beetje in beeld kan komen. Ja. En wit. Alleen helaas zijn er geen varianten die rood en wit kunnen, die warme kleuren geven. Dus het is een beetje een misplaatst helwit licht. Iets wat je in die tijd dat de 1200's rondreden toch niet heel veel zag. Ik heb hier ook nog een kop thee, ik moet ook nog even wat drinken. Het geruis wat je hoort is waarschijnlijk een ventilator die hier aan staat, want het verhoor hier toen ik hier begon. Het is best koud vandaag. Wat ik nog moet gaan doen, ik heb hier nu gewoon wat draden op gesoldeerd voor de demonstratie. Maar dus deze hele stellage moet op het plastic gelijmd worden. En daarna moeten de draden allemaal aan de motor vastgemaakt worden. Wat ik ook wil doen is... hier zitten beugels en ik wil kijken of ik die zilver kan krijgen met mijn stift. En zodat het er net wat mooier uitziet. En het liefste zou ik ook nog de veertjes op deze pantograaf goed zetten, maar dat is altijd zo'n gedoe. Ik denk dat ik dat voor vandaag over ga slaan. Ik ga eens beginnen met de stroom eraf halen. Zo. En
aangezien dus deze, zie dadelijk hier, eens kijken. Ik heb nu rood op de witte paar, rood zit op wit en zwart zit op rood. Dat is lekker makkelijk onthouden. Deze zwarte, deze rode moet nog terug hierop gezet worden, want die is losgeschoten. De blauwe moet naar het midden toe van deze en dan moet ik even kijken hoe ik de wit en de geel ga vastmaken. Dan heb ik, en er is ook nog een oranje van de motor losgeschoten. Nou, kijk. Ik ga hier mee aan de gang. Even wat dingen vastzetten. En dan kan ik dadelijk laten zien hoe het er een beetje uit is komen te zien als alles wat meer op zijn plek zit dan deze losse bende nu. Dus ik heb alles aan elkaar gezet, alles, alle kabels. En ik kom er nu achter dat deze twee kleuren led een gedeelde minpool heeft en afzonderlijke pluspolen. Terwijl dat de decoder een gedeelde pluspool heeft en afzonderlijke minpolen. Dat betekent dat ik hier stroom op kan zetten wat ik wil, maar het is een diode, dus de stroom gaat in de verkeerde richting en er gebeurt dus niks. Dus dit experiment gaat hem niet worden. In ieder geval niet op de manier zoals ik hem nu had. En ik moet nu ook mijn installatie uit elkaar gaan halen. Wat ik inmiddels wel gebouwd heb is, ik heb altijd kleine leds liggen. Een paar millimeter, anderhalf millimeter leds. Die heb ik twee keer in elkaar gelijmd. Zodat ik nu een heldere witte heb en een heldere rode. En ik hoop dat dat, ik denk dat het net past in deze lichtgeleider. En ik moet nu dus dit demonteren, lossolderen en deze constellatie hierin zien te krijgen. Dus, het was een leuk idee, maar helaas. Zo. Een plastic eraf. Lamp eruit. Dat is allemaal gelijmd. Dat, dat is nog wel los te krijgen. Nou, mijn nieuwe set. Die zou ik ongeveer zo willen hebben, denk ik. Dit keer ga ik wel eerst draden erop zetten, want deze zijn net wat, deze is wat korter, zit er wat dichter op dan die grote. Ik weet nu dat het deels werkt, dus eerst draden, dan pas alles erin lijmen. Dus nogmaals, geel moet naar rood. Hoppa. En wit moet naar wit, dat is makkelijk. Die dingen die ik eraf knip, zijn uitermate handig voor het repareren van pantografen, heb ik inmiddels al gemerkt. Ik heb een paar van mijn pantografen gerepareerd van Deutsche Bahn of Relion Loks. En dat werkt verbazend goed. Zo. Eens kijken. Kan ik deze testen?
niet schuikverbrand. Ik hoop niet. Ik hoop dat het mijn verwarming is. Of misschien is het beter om niet te hopen, maar ik hoop niet dat het de lampjes zijn. Ik heb niks aangesloten. Anders lijkt het gewoon verder goed te werken. Het is een rommel hier op mijn werkbank. Die daar aan vast, die hier los natuurlijk, anders hebben we een kortsluiting. Die is hier aan vast. Provisorisch, die hierin. Oh, kom op jongen. Kijk, we rijden achteruit. Klopt dat met mijn decoder? Mijn decoder zegt dat we achteruit rijden. Ik heb een rood licht en nu ga ik vooruit rijden. Dit is toch prima zo. Misschien is de helderheid van de witte nog iets te hoog, maar ik denk dat ik het erbij laat op. Nu heb ik wel het voordeel van warm wit. Warmer wit. Niet overdrijven. Eens even kijken. Mijn constructie. Zo. Eigenlijk maakt het me niet uit of rood of wit boven of onder zit. Oh. Excuus, het is weer hooikoortsseizoen. Een kleine inkeping gemaakt, omdat dus die kabels een stuk groter zijn, wil ik niet die dat ik ze niet zo hoog plaats. Ik heb ze liever wat lager, net als de vorige LED LED, dat die zit ook wat lager. En ik ga dadelijk toch. Denk ik met de losse delen die ik hier heb weer proberen dicht te maken. Zodat er niet zoveel licht langs lekt. Zo. Het is een heleboel gelijm en geplak geweest. En redelijk wat proberen. Een dag later zelfs. Ik heb inmiddels mijn oude LED met de twee kleuren redelijk helder en rood vervangen, want deze had dus een gedeelde minpool. Ik had een gedeelde pluspool nodig. Ik heb twee kleine leds op elkaar geplakt. Ik ga het zo dadelijk laten zien hoe dat eruit ziet. Maar eerst even een demonstratie. Hij rijdt nu vooruit. De motor ligt hier, maar die staat even stil. En achteruit, en dan is het rood licht. De camera pakt het niet heel erg goed op. Maar het ziet er goed uit voor mij als ik hier naar kijk. Ik zit me alleen af te vragen, had de 1200 wel rood licht? Zou ik eerlijk gezegd na moeten zoeken. Wat ik nog steeds van plan ben en wat ik niet ga veranderen is dat er maar aan één kant de verlichting zit. De andere kant is waar de koppeling komt voor de trein. Hoe het er nu uitziet. Voorzichtig de onderkant losmaken. Kijk eens aan. Die kan weg. Kijk, het zit gemonteerd op het frame. En daar zitten twee leds boven elkaar, wat je niet goed kunt zien als ze aanstaan. Je ziet wel de kleurwisseling. Zo. En nu zie ik duidelijk dat er twee leds zijn die boven elkaar zitten. Die twee drukken dus hier tegen de lichtgeleider aan.
op een manier dat goed genoeg is voor de verlichting om te werken. Voor de rest zit het dus een beetje in een omhulsel, zodat niet de hele trein verlicht wordt op het moment dat de lampen aangaan, dus ter isolatie. Mijn bedoeling is nog om deze vast te lijmen op de plek waar die nu zit. Nu komt hier net daarachter een pin naar boven voor de stroomaansluiting. Het is deze, dus daar moet nog wat ruimte voor gemaakt worden. Dat past allemaal net, denk ik. De kabels moeten eigenlijk wat meer naar de zijkant toe. De kabels naar de zijkant, dat is niet zo heel moeilijk. Ik bedoel, ruimte genoeg. En dan zou het allemaal net moeten passen. Oh, en ik moet nog wat heat shrinking doen, zie ik. Deze kan hier doorheen. De plastic van mijn eigen creatie is goed te lijmen en ook makkelijk los te halen als het nodig is. Het zit best vast, maar bij het loshalen scheurt het niet. Dus het is nu blijkt dat dit allemaal net niet werkt, wat zou kunnen. Dan is het makkelijk los te halen. Het is niet dat het helemaal vast zit en je ziet wat lijmresten, dat is het dan dus. Ik heb ook andere lijm gebruikt die echt versmolt. En als je dan een fout maakt, dan heb je een versmolten plastic basis. En als het eenmaal gesmolten is, dan krijg je het ook niet meer goed. Dus dat probeer ik te voorkomen met deze lijm en met deze stukken plastic ook. Die versmelten niet zo. Ik ga dit even laten drogen. Daarna alles in elkaar zetten en dan hoop ik een kleine demonstratie te kunnen geven van wat het geworden is.